Welkom bij deze video. In deze video ga ik je uitleggen hoe je het nummer Goud van Suzanne Freek speelt. Om dit nummer te kunnen spelen heb je een capo nodig en die zet je op het derde vakje van je gitaar. Deze video ga ik van makkelijk naar moeilijk opbouwen. Het makkelijkste deel aan het nummer is het refrein. En eerst ga ik de akkoorden van het refrein uitleggen en deze akkoorden zijn ook hetzelfde als de akkoorden van het couplet. Dus wanneer je deze akkoorden kunt spelen, kun je eigenlijk heel het nummer spelen wanneer je de akkoorden gewoon één keer aanslaat. Dus als het slagje voor je te moeilijk wordt, kun je hem ook meespelen. Na de akkoorden van het refrein uitgelegd te hebben, ga ik het slagje van het refrein uitleggen, die makkelijker is dan het slagje van het intro, couplet en van het voorrefrein. Het eerste akkoord dat je speelt in het refrein is een F majeur 9 akkoord. En die start vanaf de D-snaar op het derde vakje. Dan een open G-snaar, eerste vakje op de B-snaar en een open E-snaar. Dit is eigenlijk het akkoord dat wel vaker wordt gespeeld in de Suzanne en Freek songs. Freek speelt ook nog met zijn duim eroverheen het eerste vakje van de dikke E-snaar en een open A-snaar. Maar ik kan me voorstellen dat dit nog te moeilijk is, dus dan kun je het gewoon bij dit houden. Het volgende akkoord dat je moet kennen is het C-akkoord. En dat is vanaf de A-snaar gespeeld, het derde vakje op de A-snaar, tweede vakje op de D-snaar, open G-snaar, eerste vakje op de B-snaar en een open E-snaar. Daarna krijg je een A-mineur akkoord. Die speel je vanaf de A-snaar. Een open A-snaar, tweede vakje op de D-snaar, tweede vakje op de G-snaar, eerste vakje op de B-snaar en een open E-snaar. Daarna krijg je het G-11 akkoord. Deze wordt ook wel eens gebruikt als het G-sus4 akkoord, maar het is eigenlijk een G-11. En het G-akkoord gaat namelijk als volgt. Het derde vakje op de E-snaar, tweede vakje op de A-snaar, een open D, een open G, een open B en het derde vakje op de E-snaar. Om hier een F11 van te maken, moet je je wijsvinger vrij hebben om deze op het eerste vakje van de B-snaar te zetten. En als laatste moet je het E-mineur akkoord kennen. Dat is een open E-snaar, tweede vakje van de A-snaar, tweede vakje van de D-snaar, open G, open B en een open E-snaar. Dan starten we nu met het refrein. De eerste maat speel je het F majeur 9 akkoord. En het slagje gaat zo. Down, up, down, down, nog een keer. En down, up, down. Down. Dit is de basis van het refrein. Dan ga je naar het C-akkoord en die speel je alleen down, up. En die down, down speel je de A-mineur. Dus C, up, A-mineur. Laatste keer en... Oké, vanaf het begin tot en met dit punt. 3, 4, down, up, down, C. Dan krijg je het G-11 akkoord. In deze maat maak je een wissel van de G-11 naar de G. Dus je hoeft alleen maar je wijsvinger op te tillen. En de wissel komt precies op hetzelfde moment als de wissel van het C naar het A-mineur akkoord. Dus krijg je down, up, los. En down, up, los. En dat speel je dan twee keer naar elkaar. Dus alleen even maat 3 en 4. 3, 4. Los. En vast, los. En dan ga je weer naar het F majeur 9 akkoord. Gaan we even
dit stukje spelen. 1, 2, 3, 4. C, A mineur, G at 11. G, G at 11. Oké. Na de herhaling gaat hij niet nog een keer naar die G at 11 G. Dan speelt hij dat maar één keer. Want hij gaat daarna door naar het E mineur akkoord. En die krijg je ook gewoon weer down, up, down, down. Gaan we even het refrein tot en met deze E mineur doen. 1, 2, 3, 4. C, A mineur, G at 11. Nog een keer G at 11. Herhaal, F majeur 9. C, A mineur, G at 11. G, E mineur. En dan kom je bij het stukje van, denk je dat dit makkelijk is of zo? En dat gaat dus zo. Denk je dat dit makkelijk is of zo? En dan ga je naar het C akkoord. E mineur, A mineur. Dus, dat stukje vanaf de E mineur. 1, 2, 3, 4. Denk je dat dit makkelijk is of zo? C, E mineur, A mineur. En dan gaat hij weer naar het stukje. Maar we waren toch goud. Dan is die precies hetzelfde als het eerste deel van het refrein. Maar hoef je die G at 11 niet te spelen en krijg je in de laatste maat één keer het G-akkoord. Dus die klinkt zo. 1, 2, 3, 4, F majeur 9. C, A mineur, G. En G. Heel het refrein op een iets lager tempo. 1, 2, 3, 4. Let op E mineur, F majeur 9, E mineur, A mineur, F majeur 9, C, A mineur, G. Eén keer, 2, 3, 4. En dan gaat hij naar het tweede couplet. Oké, dan zijn we nu aangekomen bij het slagje die zowel gebruikt wordt voor het intro, couplet en voorrefrein. En die gaat als volgt. Oké, je start met het A mineur akkoord. Maar de vingers die op de D en op de G snaar staan, die til je nog even op. Dus je krijgt dit. Die zet je bijna gelijk naar de A-slag neer, zodat je het A-mineur akkoord krijgt. En dan krijg je een upstroke. Dus krijg je dit. En daarna damp je hem. Dus je slaat hem aan, zet hem neer. Up, damp. En. Oké, dan gaan we nog even een stukje erbij pakken. En dan krijg je nog een down en een up, down erachteraan. Dus down, up, down, up, down. Nog een keer. Down, up, down, up, down. Nog een keer. Down, up, down, up, down. Daarna krijg je weer die losse snaren die je aanslaat met een downstroke. En dan zet je weer je vingers erbij. Dus krijg je down, up, down, up, down. En dan zeg ik even hammer. Maar die sla je dus aan met een downstroke. Dus in het begin ook krijg je die hammer, up, down, hammer. Hammer, up, down, hammer. Ja, omdat het een hammer-on is. Oké, dit is de eerste maat. Zorg dat hij er goed in zit, want dit ritme gaan we herhalen in de rest van de maten. Dan krijg je het F majeur 9 akkoord. Dus die kun je met je duim spelen of zonder. Die eerste hammer zit er daar niet in. Dus je krijgt down, up,
down, up, down. En dan krijg je wel een hammer. Dus eerst down, up, down, up, down. En die hammer is op de G-snaar naar het tweede vakje. Dus los. Down, up, down, up, down, hammer. Nog een keer. En down, up, down, up, down, hammer. Dus vanaf het begin hebben we al dit. 3, 4. Hammer, up, down, up, down, hammer. Down, up, down, up, down, hammer. Daarna krijg je het G-akkoord, die we dus al in het refrein hebben gespeeld. En die hammer zit op dezelfde plek als bij de F major 9. En die hammer is naar die G at 11. Dus krijg je down, up, down, up, down, hammer. Down, up, down, up, down, hammer. Ja? En die speel je twee keer. Dus gaan we even heel dit stukje achter elkaar spelen. A mineur akkoord en een hammer aan het begin. 3, 4, hammer, up, down, hammer, F major 9, down, up, down, hammer, G. Up, down, hammer, en down, up, down, hammer. En in de laatste maat speel je dus weer eerst het G-akkoord. Dus vanaf het G-akkoord krijg je down, up, down, hammer, en dan weer G. Oké, dit wordt in het intro gespeeld en in het couplet. In het pre-chorus krijg je na de G en de G11 niet nog een keer, de G en de G at 11, maar krijg je het E-mineur akkoord. En die kun je ook met die hammer spelen, net als bij de A-mineur. Dus hammer, up, down, hammer. Hammer, up, down, hammer. En dan krijg je een herhaling en speel je daarna geen E-mineur, maar één keer de G. Gaan we even heel het voorrefrein spelen. 3, 4. Hammer, up, down, hammer. Down, up, down, hammer. Down, up, down, hammer. Hammer, up, down, hammer. Hammer, up, down, hammer. Hammer, up, down, down, hammer, down, up, down, down, hammer, down, 2, 3, 4. En daarna gaat hij dus naar het refrein. Oké, dan ga ik hem nog wat verder uitbreiden en er zit eigenlijk een mute in het slagje. En het mute in het slagje speel je als volgt. Je zet je handpalm achter bij de brug en je zorgt dat hij een gedempte klank krijgt. Dus als je te ver naar voren zit, hoor je hem helemaal niet meer. En als je te ver naar achter zit, klinkt hij te ver door. En je zorgt dat je een beetje slaat met die hand op die positie als je hem aanslaat. Dus je krijgt... Bij de downstrokes is die voornamelijk wel te horen en bij je demp. Dus down, up, down, up. En dit is ook gewoon vooral veel doen en vooral lekker veel spelen. We gaan hem helemaal doen. Van het begin tot en met het einde op het volledige tempo. Akkoordenblad is te downloaden in de beschrijving voor als je makkelijker mee wilt lezen. Thank you.
heb ik je kunnen helpen om gauw te leren spelen en zie ik je in mijn volgende video terug.